Ja, we zijn hier bij de Hobbit's Thee. Daar doe ik een acro-yoga weekend. Superleuk. Maar wat is die Hobbit's Thee nou eigenlijk? Het is een plek waar meerdere mensen proberen samen te wonen en te werken aan spirituele ontwikkeling. En de laatste jaren ook bezig zijn met duurzaam wonen. We zijn hier met Esther. Esther, ja. Je woont ook in de Hobbit's Thee? Ja, twee jaar nu. 2 jaar. Die gaat zo even wat vertellen over wat hier allemaal gebeurt en waarom het hier zo mooi is. We zijn een leefgemeenschap. Het houdt in dat we nu met 9 volwassenen en 6 kinderen op een ongeveer 3,5 hectare wonen. Iedereen heeft zijn eigen huisje, maar we delen wel allerlei gezamenlijke voorzieningen, zoals de badkamer, de moestuin. Het is een soort mix tussen buren, familie en vrienden. Ja, de plek bestaat al bijna 50 jaar, maar de laatste jaren zijn dingen als gebruik van regenwater om het toilet door te spoelen. Duurzame installaties, zoals zonnepanelen gaan er dan nu eindelijk komen. Verder wordt een nieuw huis gebouwd de komende 1,5 jaar. En dat zal ook een heel duurzaam huis zijn met stroobalen en leem. En met duurzame warmteinstallaties en dat soort dingen. Ja. Ik en Niek hebben samen een bakkerij. Die draait nu bijna 1 jaar. Waarin we ook biologisch brood bakken, overgestookt op resthout van een houtzagerij in de buurt. Hoe ruikt het hier, Hilde? Oh, ja, vers gebruikte boot en dan keer 100. Er is een oesterzwammenkwekerij gekomen. Die oesterzwammen kweekt koffiedik, iets wat anders weggegooid zou worden. Een yoga studio. Ja. Ja, wat ook weer een plek maakt waar mensen van buiten ook weer graag naartoe komen. Ja, dat was het dan. Een heel kort overzicht van wat er op de Hobbit's Thee gebeurt en wat voor plek dit eigenlijk is. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Als je dat vond, dan kan je deze video misschien liken. Het plan is dat ik nog meer video's ga maken over plekken waar ze bezig zijn met duurzaamheid en samenwonen in Nederland en misschien ook wel in het buitenland. Dus abonneer je en dan blijf je op de hoogte van mijn proces. Doeg!